Ik ben Natasja Bosker, ben 26 jaar. In het verleden heb ik een eetstoornis gehad. Heel lang in de kliniek gezeten, allemaal behandelingen gehad. En er weer bovenop gekomen. Helaas heb ik nu last van een depressie. En ja, ik zou het goed vinden als mijn zich meer in zou zetten hiervoor. Om ervoor te zorgen eigenlijk dat mensen toch wel anders gaan kijken naar psychische ziektes. Ik heb nog steeds een beetje het idee, alhoewel het steeds meer voorkomt, steeds meer mensen bijvoorbeeld een depressie hebben, dat ze het alsnog anders zien dan als je je been hebt gebroken. Dat ze mensen toch hebben van, oké, ja, je bent somber. Kom op, ga er gewoon weer voor. Wees gewoon weer positief. Ik zeg dat en dat altijd tegen mezelf. En ja, ik denk van, was het maar zo makkelijk? Zo is het niet. Het is echt, ja, hoe ik ook probeer, ik kan niet nog meer eraan doen, zeg maar, dan dit. Dus dat, ja, dat het toch wat meer, dat mensen die daar niet mee te kampen hebben gehad, gelukkig, dat die ook wat meer, ja, een beetje inzicht erin krijgen van hoe dat dan eigenlijk werkt.